Master Jack. Hallo dames en heren van Master Jack. Vandaag maken we een zwevende aardappel. Hallo dames en heren van Maastricht. Voor dit experiment heb je nodig zout, een potje met warm water en een lepeltje, een andere pot, nog wat water, een deksel en een aardappeltje. Eerst gaan we zout toevoegen aan het potje met warm water. En dan vraag je je wel af, waarom nou warm water? Nou, omdat warm water... Daarin lost zout veel beter op als in koud water. En dan roer je zo dat je niet meer ziet dat er zout in zit. En dan gooi je er nog meer zout bij. En dan ga je weer roeren. En dan gaan we kijken, als we de aardappel erin doen, wat er dan gebeurt. Het is nog niet zout genoeg. Dus dan doen we er extra zout bij. Zo, nou, dat kleine beetje zout schiet niet op. Dus dan pak je echt een handje strooizout. Zo, nou gaan we dit roeren. Nou, gaan we kijken of het nu werkt. Ja! Het werkt! We gaan nog iets meer beter roeren en dan gaan we het in het grootste potje voegen. Nou, ik denk dat het tijd is om het in het grootste potje te voegen. En als je nou dat zout op de bodem gewoon even laat liggen, dan zie je dat ze het ook niet doen. We stoppen nu de aardappel erin. En dan zul je zien dat het blijft draaien. Gaan we nu voorzichtig met het lepeltje extra water toevoegen. En dit is gewoon normaal water. Oh, fuck. Heel voorzichtig. Van de twee lagen water moet elkaar niet doorboren. Nou, en zoals je ziet. Heb je nu. Een zwevende aardappel. Terwijl als je hem in normaal water doet, dan blijft hij gewoon op de bodem liggen.